Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een heel apart leuk bloemstuk voor jullie. Een lief bloemstuk apart. En dat komt vooral door het soort steekschuim wat we gaan gebruiken. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnabloemist.nl. Dit pakket is beperkt op voorraad. Je kan hem in het roze bestellen of in het wit. Dus het is net wat je daarin graag wil. Dat kan je gewoon aangeven. Het staat in ieder geval op de website. Dus dan kan je dat zien. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Wil je nou niks missen van mijn video's, kan je even abonneren. Maar je kan me ook even volgen op Facebook en Instagram. Daar deel ik altijd als ik weer wat nieuws maak. En als ik weer nieuwe producten binnen heb. Dus vergeet me vooral daarin te volgen. Zoals ik al zei, heb ik wat apart. En het is ook veel aangevraagd. Gekleurd steekschuim. Ik heb hem nu in mooie zachte pastelroze tint. En ik heb hem al vol laten lopen met water. Je gebruikt hem hetzelfde als gewoon normaal steekschuim van Oasis. En die gaan we mooi gebruiken. Het leuke is hieraan dat je het steekschuim mag blijven zien. Je kan hem in veel vormen maken. Je kan hem gewoon rondlaten. Dus vind je dat leuk, kan je dat ook doen. Je kan er een hart uitsnijden. Maar wat ook leuk is, bijvoorbeeld voor het Pasen, om er een ei van te maken. En dat ga ik jullie laten zien. Vind je dat nou nog iets te vroeg, dan laat je hem gewoon rond. Dus dat is net wat je graag wil. Hij zal eerst iets lekken, maar later zet ik hem op een pin. Je kan hem dan plat op een schaal neerleggen. Maar wil je hem rechtop zetten, dan kan je hem op een pin neerzetten. Zorg dan even dat hij eerst is uitgelekt, dat je even een schaaltje eronder doet. Dat je hem niet bijvoorbeeld op de kast laat uitlekken. En als je dan iemand is uitgelekt, kan je hem gewoon laten staan. Maar het is vooral even in het begin en met het steken dat hij wat water loslaat. En later zul je merken dat hij dat eigenlijk niet meer doet. Goed, ik haal hier even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zo, ik snij hem dus in een ei-vorm. En ik doe dat op gevoel, maar mocht je het makkelijker vinden, kan je bijvoorbeeld ook even een schabloon uitprinten. Dan heb je misschien wel iets strakker, maar ik durf dit op gevoel aan. En je kan natuurlijk altijd even licht iets voor tekenen voordat je snijdt. Nou, eigenlijk vind ik hem zo wel echt heel erg mooi. En ja, is het toch echt met de hand wel een mooi ei geworden. Dus ik ga gauw nu verder. Ik vul hem eigenlijk heel lichtjes aan de zijkant op. Want dat vind ik gewoon eigenlijk prima. En dus eenvoud zie je het wel. Maar daarmee maak je hem wel heel mooi. Want ik wil gewoon echt dat het steekschuim zichtbaar blijft. Het voelt een beetje als dat we een paasei gaan versieren. Ik zet het gipskruid toch eventjes op een draadje, omdat ik hem dan toch iets compacter kan verwerken. Je pakt dan een toefje bij elkaar en dat doe je eigenlijk gewoon een draadje omheen. Je pakt hem dus echt weer heel compact bij elkaar. Het makkelijkste is om eventjes een haakje te maken. Die leg je erop en dan met het langste draadje wikkel je er weer omheen. Dan heb je mooie compacte toefjes. En dan kan je ze iets makkelijker verwerken. Ik gebruik verschillende kleuren gips. Verschillende kleuren gips. En die zet ik allemaal even op een draadje. En dan leg ik het er langs elkaar heen. Je kan er ook voor kiezen om het ei helemaal te bekleden. Dat is natuurlijk net wat je zelf leuk vindt. Doe gewoon lekker je eigen ding. Wat je daarin mooi vindt. Thank you.
gebruik ik nog wat lieve mooie trosroosjes er weer tussen. Oh, kijk jongens, hoe leuk dit wordt. Ik snij natuurlijk de bloemen goed schuin aan. En ik verwacht dat dit ook allemaal mooi gaat indrogen. Natuurlijk is het indrogen van veel verschillende factoren afhankelijk. Waar je hem hebt staan en hoe je gestoken hebt. Dus garanderen kan ik nooit, maar oh, ik vind het helemaal schattig en leuk. Dan voeg ik er nog wat wilg aan toe. En ik kijk even goed dat hij meeloopt met je ei. Dus je kijkt goed naar hoe die verwerkt moet worden. Je kan hem ook per stuk verwerken. Maar zo loopt hij mooi mee met mijn ei. Dus je kan hem ook van bovenaf laten lopen. Het is net hoe jouw takje daarin loopt. En nu heb je het een met meerdere aan één. Maar je kan ze ook gewoon per stuk verwerken. Dus... prachtig. Ja, en dan wil ik er eigenlijk gewoon niks meer aan doen. Want ik vind hem zo enorm leuk op deze manier. Ik wil hem nog wel rechtop zetten. En dit is natuurlijk eigenlijk nog mooier als je een grote en een kleine bij elkaar hebt. Hem dan op een pin zet. Dat ga ik nog even aan jullie laten zien. En dan, dit is toch gewoon prachtig. Echt heel erg mooi. Kijk hoe verfijntjes en lief, romantisch. Echt een plaatje. Dat doe ik dus ook nog even met een kleine versie. Ja, en dit is toch gewoon echt prachtig. Helemaal super leuk om bij elkaar neer te zetten als setje. Je kan hem dus eventueel bestellen in het roze of in het wit. Net wat je zelf leuk vindt. Beide zijn echt prachtig. Maar echt heel leuk. En ik denk ook dat eigenlijk alle materialen mooi zullen indrogen. Het zijn in ieder geval materialen die geschikt zijn om te laten drogen. Wil je dit nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. Mocht die nou echt heel snel zijn uitverkocht,
Wat natuurlijk kan, want het is echt een toppetje. Ik vind het zo onwijs leuk. Ga ik er altijd mijn best doen om te proberen om opnieuw aan te vullen. Dus dan weten jullie dat. En je kan me natuurlijk altijd volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook weer wat als er binnenkort wat online komt. Dus dan weet je zeker dat je op de hoogte bent van wat er, wat er aankomt. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je ervan vond. En zie je mij de volgende keer weer. Doei!